Nee, dan ben ik je nog een ander keertje terug. Hallo. Ja, nee. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Raad Praat in de Strijd. Wat gaan we doen? We gaan de Filipijnen. De gemeenteraad heeft geld of gaat geld storten voor de Filipijnen om te helpen. Ja, we gaan hebben over industrieterreinen, bedrijventerreinen, maar die heten niet meer zo, die heten anders. En internationalisering, ook een heel belangrijk onderwerp, zeker deze stad die echt heel erg internationaal is en nog internationaal wordt. En we hebben onze reguliere onderwerpen. Ja, de poen. Straatagenda. En de raadsflits. Ja. Koffertje leeg. Ja. En een motortje is ook. Hi, how are you? Good. Where are you from? We are from Germany, where we have classes now. Oh, you have classes, yeah. Oké. Okay. Ja, internationale stad, hè, Maastricht. Ja, nou, we zijn hier bij de universiteit, bij de economische faculteit. Er komt nu een auto aan. Oh jee, die moet ik even uit de weg. De man wil langs. Goedendag. Bent u ook internationaal denkend? Denkt u ook internationaal mee? Ja, absoluut. Goed zo. Absoluut. Zet hem op. Ja. Hallo, where are you from? The Netherlands. The Netherlands, hij zei ja, dat kun je natuurlijk ook hebben. Ja, hij zei het gewoon uit Nederland. Ja, internationalisering, ja. Maastricht profileert zich graag als internationale stad, maar zou dat natuurlijk nog veel meer kunnen doen. En daarom lag er een nota internationalisering bij de gemeenteraad. En de hele gemeenteraad die ging daar unaniem mee akkoord. Ja, en waar gaat dat dan over, nota internationalisering? Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat je veel meer contacten gaat zoeken met landen om je heen, maar ook veel verder. En dat doe je op alle gebieden. Economisch, sociaal, cultureel, noem het maar. Veel sterkere banden met allerlei landen in Europa en in de hele wereld. En ook in je eigen organisatie, dus binnen de gemeente zelf. De ambtenaren, de wethouders, de raadsleden, die moeten veel internationaler ingesteld zijn straks. Denken, internationaal denken, internationaal bewustzijn bij alles wat je doet. En daarnaast natuurlijk ook heel erg internationaal zijn en nog meer woorden naar de mensen die hier werken, al die andere nationaliteiten, maar ook mensen, de studenten en mensen die hier gewoon ook wonen. Where are you from? Spain. Ja, yeah, it's from Spain. It's from China. Ja. Yeah. Ah, she's from China. Do you like Maastricht? Ja, yeah, very much. Egypt. Oh, he's from Egypt. Sweden. Ah, bye-bye. Okay. Goede dag. Ja, we liggen natuurlijk in een prachtige regio en die regio heeft ontzettend veel potentie. En nu is de vervolgvraag natuurlijk, hoe gaan we die potentie, al die kansen, hoe gaan we die verzilveren? Ja, want we zijn nog niet internationaal genoeg dan. Nou, het kan altijd beter. Ja, in Maastricht en omgeving zijn er zo'n 80 à 90 internationale instituten. Bijvoorbeeld EIPA, European Institute for Public of Public Administration. Institut Européen d'Administration Publique. Ja, fantastisch. Nou, hoe internationaal kun je zijn? Moet je eens kijken, al die vlaggen. Ja, nou, dit instituut hier kun je seminars en worden trainingen gegeven en bijscholing geven aan ambtenaren van de EU. Nou, Maastricht doet denk ik al heel erg veel op het punt van internationalisering, maar we doen het niet zo bewust vaak. De vraag is nu even, als je dan naar het beleid kijkt, want daar gaan wij natuurlijk uiteindelijk over, hoe zorg je dan dat je dat helemaal jezelf ook bewust bent? Hè? Dus hoe zorg je er nou voor dat zowel de ambtenaren, maar ook de raadsleden en de collegeleden bij alles wat ze doen ook altijd even denken van, wat betekent dat nou voor onze internationale reputatie? Maastricht kent natuurlijk ook een heleboel expats. Dus mensen die vanuit het buitenland hier in Maastricht komen werken. Die moeten natuurlijk ook ergens wonen. Bijvoorbeeld hier op Ceramiek. Dus kom je hier ook een heleboel internationale namen tegen op de deurbel. Kali bijvoorbeeld. Kali en Grave en Guram en... Dat is natuurlijk moeilijk lastig. Sabanovska of zoiets. Nou ja, Krau en Courbois. Ja, heel veel... Heel veel buitenlandse namen.
Jongen, jongen. Miljoenen Filipijnen zijn slachtoffer geworden van de verwoestende orkaan Haiyan. Complete dorpen zijn van de kaart geveegd. Er zijn duizenden dodelijke slachtoffers. Wat een ellende. Help de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen. Ja. Ja. Geef Giro 555. Ja, en misschien heeft u ook wel gestort, hè? Misschien heeft u ook een mooi bedrag gestort. Nou, de gemeenteraad heeft besloten om ook een bedrag te geven. Zo'n 20 cent per inwoner van Maastricht. En dan kom je bijna op zo'n 25.000 euro uit. Dat is natuurlijk geweldig. Maar dat gaat niet naar de algemene pot. Dat gaat naar... Dat geld is bedoeld om de lokale overheid daar op de Filipijnen te ondersteunen, te helpen. De democratie te helpen, laat ik het zo maar zeggen. Dit geld, wat die 24.000 euro, is specifiek bedoeld voor de wederopbouw van daar, de plaatselijke democratie. He, dus dan moet je denken aan opbouw opnieuw van het gemeentelijk apparaat, opbouw van bijvoorbeeld water- en afvalscheiding ophaal, opleiden van personeel, het opzetten van de gemeentelijke basisadministratie. Dus echt bedoeld puur voor de wederopbouw van de plaatselijke democratie. Wij zijn zeker niet de enige gemeente. Zo zijn er verschillende gemeentes die geld bijeenzamelen. En dat gaat allemaal naar dat specifieke fonds van VNG International. De mensen in het rampgebied hebben dringend behoefte aan drinkwater, voedsel, onderdak en medicijnen. Help de slachtoffers. Nou, het besluit in de gemeenteraad om geld te doneren is best een lastig besluit. He, wanneer geef je wel, wanneer geef je niet en hoeveel geef je? 20 cent per inwoner of geef je 15 cent per inwoner of misschien zelfs een euro per inwoner? Want het zijn uw en mijn belastingcent. Het is lastig, het is een lastig dilemma. Nou, en daarom is het ook goed dat dit debat er is geweest en dat we misschien ook een debat er in de toekomst kunnen voeren over... Waaraan geven we geld? Dus dat er duidelijkheid komt van, oké, als er een actie is, geven we daar geld aan uit en dan geven we dat bedrag uit. Hè? Het was voor ons geen dilemma om geld te geven, omdat we nou eenmaal van mening zijn dat we ieder mens, waar of wie dan ook, in nood zouden moeten helpen. Waar wij wel, wat voor ons wel echt een dilemma was, dat is aan wie geef je en waarom geef je en hoeveel geef je. Want we hebben al eerder gegeven aan landen in nood. En toen was het maar de helft van hetgeen wat we nu doneren. En dan vind ik eigenlijk dat het tijd wordt dat je daar afspraak over maakt. Tot slot is het ook nog zo dat we hier in Maastricht, hè, je hoort er iedereen over, dat hier ook de nood aan de man is, letterlijk en figuurlijk. Hè, een half jaar wachttijd voor de voedselbank. Dat zijn ook mensen in nood. Dus, en dat willen we wel heel graag meenemen. Jongens, laten we nu bij elkaar gaan zitten en gaan nadenken. En voor mijn part er echt een beleid uitschrijven. Wanneer doneren we, aan wie doneren we en hoeveel doneren we. Dat we in ieder geval wel altijd kunnen verantwoorden wat we doen op dat moment. De verkiezingen, ze staan voor de deur en dat betekent meteen al wat verschuivingen binnen de partijen. Bijvoorbeeld Alex Meij, de fractievoorzitter van de VVD, die vinden we niet meer terug. Had een onverkiesbare plek gekregen op de kieslijst van de VVD en heeft toen gezegd, ja jongens, voor mij hoeft het niet meer. Hij is ook fractievoorzitter af en volgend jaar niet meer verkiesbaar. Blijft wel lid van de VVD. Maar niet alleen de VVD, ook GroenLinks zien we maar liefst 4 raadsleden niet meer terug. Dat zijn de 4 raadsleden die nu in de raad zitten. Onder andere Saskia Hermans en Rosemarie Bal. We gaan hun niet meer terugzien. Ze hadden een onverkiesbare plek gekregen op de lijst van GroenLinks. Dus straks totaal nieuwe mensen in de raad. Ik ben hier in het Tijkio Guesthouse. Hier is de keuken. We gaan zo meteen naar binnen. Hartstikke leuk. Er zitten heel veel studenten van overal over de hele wereld. Komen hier naar binnen. En die moeten natuurlijk ook eten. We hebben een gezamenlijke keuken. Kijk eens. Nou, het is een gezamenlijke keuken. Kom maar binnen. Nou, eens kijken. Hello. So where are you from? Vietnam. Vietnam? Vietnam. Vietnam? Oh, Vietnam. Oh, Vietnam. Yeah. Oké. Okay. What are you cooking?
noodle soup, actually. Noodle soup? Yes. How is it called? Bong mang. Bong mang. Which is noodle soup met kip. It's a fat chicken. How do you say that in Vietnamese? Ga. Ga? Ja. Ga. Dat is een dikke kip, ja. Nou, die nota die is dus unaniem aangenomen door de Raad. Maar daarnaast was er ook nog een motie van het CDA. En die willen namelijk ook dat er een speciale bijeenkomst komt volgend jaar, onder andere. Nou, en ook dat werd door een grote meerderheid van de Raad aangenomen. Ja, het CDA Maastricht heeft een motie ingediend. En het doel van die motie is om dat goede voorstel wat er nu ligt, hè, dat internationaliseringsnota, om die verder in te bedden in de gemeentelijke organisatie. En natuurlijk, hè, we spreken heel veel over internationalisering, maar wat is het nou en wat betekent het nou echt voor ons allemaal? En het is belangrijk, vindt het CDA Maastricht, dat we daar als raadsleden over praten met de ambtenaren, maar ook met het college, zodat we allemaal weten dat we hetzelfde bedoelen. Maastricht kent vele bedrijven waar mensen vanuit de hele wereld, dus van alle andere werelddelen, hier werken. Bijvoorbeeld dit callcentrum. Nou, hier komen dus telefoontjes binnen en e-mails binnen van bedrijven van over de hele wereld, zoals Sharp en Ziggo en Philips en Hewlett en Packard en nou, noem maar op, Nokia. Geweldig bedrijf. Nou, ik ga gewoon naar binnen. Ik heb een afspraak. Hey, hallo, dag René. Hallo. Hi. Zeg, René, hoeveel nationaliteiten werken hier nou? In het bedrijf een hele hoop. Ja. Nederlanders, Belgen, Fransen, Italianen, Spanjaarden, wat Amerikanen. In die motie roepen wij op om in de nieuwe politieke periode, dus die begint vanaf maart 2014, om dan redelijk aan het begin van die periode meteen een bijeenkomst te organiseren tussen ambtenaren, de gemeenteraad en het college, om met elkaar te praten over hoe we nou om moeten gaan met de praktische invulling van die nota internationalisering. Dat besef. Ja, dat is heel belangrijk dat er nu komt. Dat besef dat moet er komen, zo snel mogelijk. Want we hebben heel veel kansen en we moeten ze zorgen dat we ze zo snel mogelijk verzilveren. Maar hier is iemand granaatjes te eten of wat is het? Nee, hello, what are you eating? It's a little penne pasta. Penne pasta. And where are you from? I'm from the US. From, sorry? US. US, oh, dat is Amerikaan. Die zit die pennen en pasta te eten, Italiaans te eten. Kijk, ze eten ook nog allemaal heel anders, maar leuk ze. Het smelt goed, het ruikt ontzettend lekker. Het ruikt echt heel lekker. Thank you. Bonjour, au revoir. How do you say goodbye in Vietnamese? Goodbye in Vietnamese. Goodbye. Okay. De vlam van Minkeleers. Ja, het blijft de gemoederen bezighouden. De laatste raadscommissievergadering is er afgesproken dat de wethouder alle opties opnieuw zou gaan bekijken. Maar intussen verschijnt er een artikel in Dagblad de Limburger en daarin staat dat de wethouder het beleid helemaal niet gaat terugdraaien. En dat is niet wat hij beloofd had. Nou, een heel gedoe over die woorden natuurlijk die in die krant stonden. Het ging zelfs zover dat een aantal partijen een motie indienden die wilden echt de onderste steen boven hebben. Waren dat nou de woorden van de wethouder Kostongs, of hoe moesten ze dat nou verklaren? Nou, wethouder Kostongs heeft inmiddels ook alweer verteld dat het niet zijn woorden zijn, maar de woorden van een ambtenaar. En hoe die ambtenaar daarbij gekomen is om dat te zeggen, ja, dat begrijpt de wethouder Kostongs ook niet echt. Minkeleers. Het blijft nog wel een aantal keren terugkomen. Ik hoor nog het geluid. 3 dagen festival, scenes connected. Muziek, dans, DJ's, rappen, hula hoepen, lekker eten. Fantastisch, echt fantastisch. Maar nu is het leeg. Kaal. Ooit werden hier vloertegels en wandtegels gemaakt. Het Trega-terrein. Maar
Hier komt, als het goed is, een bedrijventerrein. Ja. Een bedrijventerrein, nieuwe stijl. De industriegebieden, bedrijventerreinen die Maastricht heeft, die hebben een kwaliteitsimpuls nodig. Nou, het college die maakt daarvoor de visie op de bedrijventerreinen. En de raad die ging daar de vorige week unaniem mee akkoord. Eigenlijk hebben we in Maastricht geen bedrijventerreinen meer. We hebben nu bedrijvenparken en stedelijke werklocaties. Dit is bijvoorbeeld zo'n stedelijke werklocatie hier bij de Heerderweg, vlak langs de A2, de nieuwe A2. Met bijvoorbeeld een bouwmarkt en daar bijvoorbeeld therapeuten die daar zitten. Achterdoor een garagebedrijf, maar je zit ook een scouting zit hier. Je kunt kunstenaars gaan zitten met een werkplaats. Dus heel veel verschillende dingetjes die hier naast elkaar plaatsvinden. Een stedelijke werklocatie. Dit is nou zo'n typisch bedrijvenpark. We zijn in Beatrixhaven. Nou, en daar zit bijvoorbeeld ook heel veel zware industrie. Nou, en die bedrijvenparken, daar kijkt de gemeente nu dat ja, de bedrijven beter verdeeld worden. En dat bijvoorbeeld de zware industrie echt bij de zware industrie zit. En andere bedrijven, dat die een andere plek krijgen. De gemeente is terughoudend met het toevoegen van bedrijfskavels. Zo zou je bijvoorbeeld in een gebied als dit, wat dicht tegen zo'n bedrijfspark aan ligt, ja, dan zal niet meer heel vlug een nieuw bedrijf gevestigd kunnen worden. Bedrijven krijgen de vrijheid om ruimte die over is en die ze zelf niet gebruiken, bijvoorbeeld als kantoorruimte te verhuren aan andere bedrijven, als ze gevestigd zijn in hetzelfde gebied. En daarnaast is er ook meer ruimte voor horeca, een kleinschalige horeca. Dus waar je een kopje koffie kan drinken, een kopje soep eten, broodje kan eten. Het gaat echt om kleinschalige horeca waar die bedrijven iets aan hebben. Maar daar is dus ruimte voor in die gebieden. In die visie ook aandacht voor energie. Ondernemers moeten bijvoorbeeld veel duurzamer aan de slag kunnen. Stel je voor, hier achter dit gebouw wordt helemaal opgeknapt. Ja, en dan moet je kijken, als je dat ziet, dat er vol staat met zonnepanelen. Oh, fantastisch, ja. En dat je er ook windturbines mag plaatsen. Ja, ja kleintjes, hè. Kleine mini-windturbines. Die ook geen geluidsoverlast veroorzaken. Dus waar niemand last van heeft. Maar wel energie geven. Haha, ja. Hoi. Ja, eigenlijk ook wel mooi als het zo leeg is. Hè? En dat Scenes Connected weer eens een keer terugkomt. Oh, dat zou eigenlijk fantastisch zijn. Maar ja, nee. Het wordt toch bedrijvenpark. Maar lekker dansen is... Get it. Nou ja, 20 cent. Misschien had het 25 kunnen zijn. Of niet? 15 per inwoner. Ja, dat is interessant. Spreek jij Italiaans? Nee, ik spreek geen Italiaans. Nee. Spaans? Nee, niet echt. Nee, Frans wel. Tot de volgende keer. Ja. Start er maar. Ja, maar het doet het niet. Ja, wat nou? Het doet het niet. Probeer nou eens. Nee, het doet het niet. Het doet niks. Ja, maar probeer nog eens. Allemaal bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ja. Doe nou eens. Ja.